Ben wel een beetje gespannen over wat die chemotabletten nou weer voor me gaan doen. Dus dat was wel eventjes van, oh shit, oké. Verder moet ik eerlijk zeggen dat ik toch even met een steen in mijn maag van hem wegging. Ja, ik heb toch gevraagd van wanneer ga je nou eigenlijk spreken van genezing? En dat kwam toch weer even hard aan, moet ik zeggen. We hebben een leuk pakketje gekregen voor Jesse Silver. Oh? Van onze volger. Hoe vind je hem? Mooi. Ja, mooi. Echt wow, hè? Het grootste gedeelte van het zieke gedeelte is eraf. Ik sta nu lekker in de tuin en ik hoop jullie iets meer te kunnen laten zien. Het is zover. Let op. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is een redelijk drukke dag voor mij, want... ik ga eerst Jesse Silver naar de gastouder brengen. Dan ga ik door naar de Haagse Beek, want daar heb ik even een koffieafspraak met mijn manager. Om eens even te praten over hoe het gaat. Nou ben ik gisteren in gesprek geweest met mijn arbo-arts. En daarin hebben we besproken dat ik waarschijnlijk in april weer een beetje ga beginnen. Een beetje op therapeutische basis. Even weer, al is het maar even door de systemen weer snuffelen en dat soort dingen. Maar dat ligt er wel allemaal aan wanneer ik ga starten met de chemotabletten. En ik verwacht dat ik dat ook vandaag ga horen, want ik heb dus ook een gesprek met mijn internist. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat we daarin gaan bespreken. Het zal in ieder geval zijn hoe het met mij gaat. Nou, dat, zoals jullie weten, gaat eigenlijk vrij goed. Dus dat is heel fijn. Ik ben wel een beetje gespannen over wat die chemotabletten nou weer voor me gaan doen. Ik ben tot nu toe overal eigenlijk vrij goed doorheen gekomen. Maar het is toch altijd weer spannend. Het heeft altijd weer een enorme lijst aan bijwerkingen die zouden kunnen. En dat hoop je natuurlijk nooit. Je hoopt gewoon dat je jezelf niet te veel verliest. Het is toch iets wat je weer een half jaar moet slikken. Ik hoop gewoon dat het niet te veel mijn hersenen aantast. En mijn humeur en mijn gestel en dat soort dingen. Maar we gaan het zien. Ik blijf in ieder geval positief, want dat helpt altijd. En ik ben niet een ander lichaam. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik nergens last van heb of niet heel. Dus daar hopen we dan maar op. Maar ik ga jullie uiteraard weer meenemen. Nou jongens, daar zijn we weer. Internist. We gaan even kijken hoe mijn bloedwaardes eruit zien. En ik denk dat we het gaan hebben dus over de chemotabletten. Vandaag is Sergio helaas niet mee. Die moest naar een opleiding. Maar inmiddels kan ik dit ook wel alleen aan. En ik neem alles op, hè. Nou jongens, ik ben weer terug van het gesprek met de internist. Eigenlijk alles goed. Ik mag beginnen met de chemotabletten. En vanaf vandaag al. Dus dat was wel eventjes van... Oh shit, oké. Vandaag al, ja. Ik heb ze gelijk opgehaald. Het zijn een hele hoop tabletten. En dat komt eigenlijk omdat ze niet hoger gaan dan 500 milligram per tablet. En het wordt allemaal berekend op je lichaamsgewicht en je lengte. Dat dus betekent dat ik 5 tabletten 's ochtends moet slikken en 5 tabletten 12 uur later. Dus dat is nogal wat. En ik slik er al een stuk of... 4 dacht ik. Even kijken. 1, 2, 3. Nou ja, 4 of 5 s'avonds. Dus er komen nog eens 5 tabletten bij. Dat betekent dat ik 10 tabletten s'avonds ga slikken. Holy crap. Oké. Nou ja, dit is hem. Capacetabine. Akkoord. En het is dus gedurende 14 dagen en dan 1 week rust. Moet hem wel gebruiken kort na de maaltijd. Oké. Dus als ik hem 's ochtends wil nemen, dan moet ik even iets eten. Oké. Nou ja, het meest voorkomende is hand-voetsyndroom. Je kan misschien een beetje misselijk worden. Hoeft helemaal niet. Maar daar heb ik toch voor de zekerheid
wel wat weer van meegekregen. Dat is metoclopramide monohydrochloride. Dat dus. En we noemen het antimisselijkheidstabletten. En ja, zo nodig 3 keer per dag 1 tablet. Gebruik niet langer dan 5 dagen zonder overleg met de arts. Kan het reactievermogen beïnvloeden. Pas op met alcohol. Oké. Maar goed, die hoef ik dus alleen maar te slikken als ik het echt nodig ga hebben. Ja, je kan wat last van je darmen krijgen, dus diarree. Ja, maar als het goed is, is het alsnog wel een stuk minder heftig dan de infusen. Maar ik merk toch dat ik het een beetje spannend vind. Ja, verder moet ik eerlijk zeggen dat ik toch even met een steen in mijn maag van hem wegging. Want ja, ik heb toch gevraagd van wanneer ga je nou eigenlijk spreken van genezing? Ja, en dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En zeker bij hormoongevoelige tumoren, want ja, dat kan eigenlijk heel je leven gewoon terugkomen. Dus ja, dat kan over 1 jaar zijn, bij wijze van, maar dat kan ook over 20 jaar zijn. Of helemaal niet, hè? Dat is er ook zeker. Dus ja, dat is moeilijk te zeggen. Dus wat zou kunnen is dat, zeg maar, we doen een nieuwe scan, een nieuwe PET-scan. En dan zouden ze kunnen zeggen van, ja, nu ben je kankervrij. Maar ja, dat kan morgen anders zijn, bij wijze van. Dus ja, dat is toch, je weet het, maar het is toch niet een bericht dat je wil horen. En ja, hij vertelde ook dat eigenlijk 1 op de 3 mensen, 1 op de 3 vrouwen, die krijgt het terug. En dan is het vaak niet dat het gewoon weer even netjes terugkomt in je borst. Nee, dan is het vaak een uitzaaiing. Ja, en 1 op de 3 is best veel. En dat kwam toch weer even hard aan, moet ik zeggen. Ik was eigenlijk super positief. En want ik voelde me goed en ik denk, ja, mijn lichaam, mijn immuunsysteem is gewoon eigenlijk best wel hartstikke goed. Dus ja, ik kan de rest dan waarschijnlijk ook gewoon opruimen. En ja, dat gevoel heb ik nog steeds. En ik wist deze cijfers ook, maar als het dan toch weer zo genoemd wordt, is gewoon kut. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is gewoon zo. En ja, dus ik merkte dat het me toch weer erg even een beetje hoog zat. En dat ik elk moment in huilen uit kon barsten. Dus dat heb ik toch even gedaan toen ik Sergio opbelde. Ja, want die spanning moet er toch even uit. Dus ja, ik hoop dat ik het weer even kan laten bezinken. Me weer kan focussen op de positieve dingen. Want 1 op de 3 is nog steeds dat 2 op de 3 het dus niet krijgt. En dat het nog steeds 66% is, waarbij dat dan dus niet gebeurt. En mijn immuunsysteem is gewoon hartstikke sterk, heb ik gemerkt. Want ik heb over het algemeen bijna nergens heel veel bijwerkingen van gehad. Hij zegt ook, het is natuurlijk ook een voordeel dat als je niet onwijs veel last hebt van alles, dat je dus ook eerder je kuren en al je behandelingen afmaakt. Wat ik dus ook heb gedaan. Ik heb al mijn chemo's gedaan. Ik heb niet hoeven verlagen in doses. Ik heb niet eerder hoeven stoppen. Ook niet met de bestralingen. Ook niet de operatie. Ik heb niet 1 borst, maar 2 borsten weg laten halen. Ja, er zat natuurlijk wel 1 klier die besmet was in mijn oksel. Die hebben ze ook weggehaald. En daarvoor ben ik daarna bestraald. Dus ja, ik moet er gewoon maar op vertrouwen dat dit, ja, gewoon goed gaat komen. En dat mijn lijf dit verder gewoon gaat opknappen. En dat dit niet meer terug gaat komen. En zoals volgens mij Shemaine mooi heeft gezegd, is elke dag die je in angst leeft, is een verloren dag. Dus ja, dat is inderdaad een goeie. En daar moet ik me aan vasthouden. En gewoon weer terug op de positiviteit. Maar vandaag is het toch even lastig. Dus ik ben met mijn moeder lekker gaan shoppen. En ik heb even nieuwe schoenen gekocht. En een leuk jurkje. Ja, ik ga jullie natuurlijk weer meenemen met de chemotabletten. Ik moet het 1/2 jaar slikken. En dan ben ik benieuwd wat voor uitwerking dat er op mij heeft. En ik hoop dat ik jullie weer kan vertellen dat het allemaal reuze meevalt. The man is home. De koek.
We hebben een leuk pakketje gekregen voor Jesse Silver. Oh? Van onze volgaar. Dus we gaan eens even kijken of Jesse dat open kan maken. Jesse, ja? Kijk eens. Een cadeautje gehad. Oh. Wat is dat nou? Dat is gaaf. Met een tijger. Ja. Jesse Silver staat erop. Ja. Heel stoer. Heel stoer. Oh. Oh, cool. Even kijken waar dit staat. Jesse Silver. Allemaal met jouw naam erop. Oh, dit is een pakje. Jesse Silver. Oh, cool. Wat zit hierop? Een tijger. Ja. Hoe vind je hem? Mooi. Ja, mooi. Ja. Echt wow, hè? Zo. Helemaal te wauwie. Dat is wel lekker. Zeker nu. Even kijken welke maat hebben ze gedaan. 110. Ja, toppie. Kan die nog lekker in groeien. Nou, ik heb alles klaargelegd. En ja, we gaan de eerste doosjes nemen. Het is 8:15. Dus dat gaat dan waarschijnlijk de gezette tijd worden. Ook voor 's ochtends. En ik moet toch wat eten van tevoren. Dus ik denk dat ik maar standaard crackers naast mijn bed ga leggen of zo. Net vandaag. Ja. Spannend. Ja, ik kan me voorstellen. Kijk hoe je erop reageert en zo, hè? Ja. Nou. Gaan we dan mama? De roze zijn allemaal geel. Roze is allemaal chemo? Ja. Oh ja, ik dacht die grootste. Allemaal, dus dit zijn de 500. Ja, nee, ik dacht die witte, die grote. Oh, nee. Oké. Okay. Dus dit zijn de chemo's. Deze zijn van 500 en deze, ja. Nou, lagere dosis. Dit is mijn hormoontablet. En dan hebben we nog glucosamine. Daar heb ik er dan maar eentje naar de ochtend verschoven. In plaats van 2 s'avonds. Magnesium en calcium met D3. En als het nodig is, kan ik ook nog metoclopramide monohygondriloride. Tegen de misselijkheid. Als ik dat krijg. Ja, denk ik. Ja, er zit verder niet veel in. Zero calorieën en water met koolzuur. Ja. Maar een gemiddeld hapje als je eet is al veel groter. Dus. Mm-hmm. Is een beetje mentaal. Deze moet ik eerst zuigen. En daarna flikken. Ja.
pita. Nou. Een krak ook wel. Mag dat ook? Mag dit ook? Met dezelfde? Oh, lekker. Hey. Ben jij nat? Ja. Oh, kom op in mijn bed. Nee, ik kan het draaien. Oh, draaien. Hier blijft hem ook in. Hier blijven. Maar daar is wel super donker. Dan ga ik even leggen en dan kan ik niet komen vallen. Nou, de tweede doos zit erin. Ik heb dus 3 crackertjes op. Want ik moet het wel innemen met wat eten. En daarna de pilletjes erin. En ik heb een smaakjes water. En ik moet zeggen, dan proef ik ten eerste ook helemaal niks van. Ik ben wel benieuwd of jullie nog tips hebben voor iets wat misschien nog makkelijker of handiger is dan 3 crackertjes te eten na van mijn bed. Wat er ook op stond qua bijwerking is dus dat handvoetsyndroom. En dat het dus goed is om het heel goed in te smeren. 2 keer per dag bijvoorbeeld met zitten maar gegol. En ook om je voeten goed bij te houden. Eeltvrij. Dus niet te veel druk op de voeten. Dus ik heb mijn moeder gevraagd of ze weer eventjes mijn nageltjes wil nakijken en mijn voeten. Dus dat gaat ze zo doen. Heel fijn. Mijn vingernagels zien er inmiddels echt weer gewoon prima uit. Dus daar ben ik heel blij mee. Mijn voetnagel ziet er wat minder goed nog uit. En ik zie zelfs dat die volgens mij gewoon helemaal gescheurd is. Halverwege mijn nagel. Maar ik voel hem niet. Dus volgens mij zit het aan de onderkant. Maar ik denk dat mijn moeder er weer een heel stuk even vanaf gaat halen. En deze moest ook toen schuin afgeknipt worden. Maar het ziet er echt al een heel stuk beter uit dan het is geweest. Het grootste gedeelte van het zieke gedeelte is er af. Yes. Zie je? Dit kleine randje nog moet nog uitgroeien. En dit is dus allemaal weer nieuw. Gezond en nieuw. Goedemorgen jongens, dit is weer een fantastische dag. Want vorige keer kon de inmeter voor de keuken niet komen. Dus we hebben gelukkig mogen we iets eerder langskomen bij het huis om nog even te laten inmeten. Dus ik ben aan het wachten op die meneer. En het zonnetje straalt. Zo, de meetman is bezig. Ik sta nu lekker in de tuin. En ik hoop jullie iets meer te kunnen laten zien. Het ligt natuurlijk nog helemaal vol met puin. Maar ik ga je toch proberen te laten zien. Dit is de garage gezien vanaf de tuin. Zo. En de tuin die loopt dus tot aan de garage van de buren. En tot aan het andere huis. Dus dat is ongeveer 9 meter, iets meer, 9 meter 30 of zo breed. Nou, en dan loopt die van daar tot daar. Maar zelfs nog niet helemaal. Want er komt dus nog 2 meter taluut bij. Dus dit gaan we met z'n allen laten ophogen. Dus dat komt er nog bij. En dit is ons uitzicht vanaf de tuin.
En dat je inderdaad, als ik iets verder weg ga staan, wat beter kan zien hoe groot de tuin is. Opletten dat ik niet ineens op een snuffert lig. Even kijken hoor. Ja. Dus het is vanaf tot daar naar daar. En dan 9 meter breed. Ah, heerlijk. En het is nu 2:30 en de zon staat toch wel het dichtst bij het water. Eigenlijk hebben we aan het huis schaduw, wat op zich wel fijn is, want dan heb je dus ook geen problemen met tv kijken bijvoorbeeld. Want wij gaan dus aan de tuin onze bank en tv doen. En de zon staat nu boven het huis van de buren. Een hele goede morgen. Ja, ja jongens. Het is zover. Let op. Ik hoop dat jullie het konden zien. Even een handdoek voor. Sta hier als sexy te wezen. Poepie, kijk. Hey. Hey! Nice! Oh, echt. Ik zat net echt naar mijn haar te kijken van wat moet ik ermee? Echt, ik moest het echt... ja, hoe zeg je dat? Echt even goed kammen en zo. Dan stond dit echt rechtop. Dat ik denk, ja, moet ik het nou omhoog kammen of naar beneden? Ik weet niet wat ik ermee aan moet met die krul. Gewoon vast. En, gewoon een staart, jongens. Ja, hip hoor. Hey. Leuk. Toppie. Oh, worden jullie ook zo vrolijk van dat zonnetje, jongens. I love it. Ik heb even lekker... douche genomen, ik heb me ingesmeerd met factor 50 en wel even een vestje aan voor de overheen, want ik mag natuurlijk niet in de volle zon. Maar ik ga er gewoon echt wel van genieten, want ja, dit brengt ook wat gelukshormoontjes met zich mee. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Ja, doe even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten en ik ben weer heel benieuwd naar jullie reacties. Tot de volgende vlog. Ciao! When I'm with you, know the world.